Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 18 oktober. Op de satellietfoto van vanochtend zien we veel bewolking boven de Noordzee. En die bewolking die trekt naar het oosten. En daar zitten veel buien in. En met die buien hebben we vanmiddag te maken. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Later vanavond komen er vanuit het Noordwesten opnieuw buien. Op de satellietfoto zien we die buien eigenlijk nu nog hier liggen. Maar momenteel dus ook een aantal buien in het tweede deel van de middag. Op de radar kwamen ze vanuit het westen opzetten. En dat is hier goed te zien. En je ziet ook echt duidelijk een lijnvorming zo rond. Twee uur ontstaan op de kust van Nederland. Nou, deze buien die trekken dus verder naar het oosten. En die zorgen met name in het midden en zuidoosten van het land voor ja, toch wel een extra drukke avondspits, verwacht ik. Ik heb ook het idee dat in het westen van het land de avondspits niet echt gehinderd zal worden door die buien. Omdat die buien dus nu vrij rap doortrekken naar het oosten. En vanavond klaart het dan achter de buien enige tijd op, maar later vanuit het noordwesten opnieuw een aantal buien. En ook dan is er weer kans op onweer. Want dat vergat ik te zeggen, bij deze buien komt ook onweer voor. En lokaal ook windstoten tot zo'n 70 km per uur. De temperatuur die ligt vanavond rond de 10 graden en vannacht doet die temperatuur niet echt veel. De temperatuur daalt nog iets in het oosten naar zo'n 6 tot 8 graden. De buien die schuiven geleidelijk aan steeds verder land inwaarts. En de wind die wordt stevig aan de kust, want die wordt krachtig, misschien wel eventjes zelfs hard of stormachtig. Morgenochtend, ook dan vallen er diverse buien in het land, maar die buien die trekken geleidelijk aan wel naar het zuiden toe en dan wordt het in het noorden vrij snel droog. De temperatuur ligt morgen tussen de 10 en de 13 graden. In het zuiden van het land kunnen de buien nog wel enige tijd aanhouden, pas in de loop van de middag wordt het daar echt droog en daar kan ook flink wat water vallen, lokaal meer dan 25 mm. En dan de dagen erna. Nou, donderdag, dan kunnen we vrij grijs weer gaan verwachten in de ochtend. Het kan mistig zijn op veel plaatsen, misschien ook wat nieserig door nog wat lichte regen of motregen die er hier en daar valt. In de loop van de dag moet het wel wat droger worden. Ook vrijdag kunnen er nog wel een paar buien vallen, maar de droge periode overheerst en dat geldt ook voor de zaterdag. De temperatuur die gaat geleidelijk aan wel dalen. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden maximaal en dat heeft alles te maken met de wind die uit de oost- of noordoosthoek gaat waaien. En ook de dagen erna blijft het iets wat aan de frisse kant en licht wisselvallig. Over het algemeen is het droog, maar niet iedere dag, want soms valt er ook wat regen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.